Alex en ik moeten zoveel mogelijk geld verzamelen. En degene die het rijkste wordt, die wint. En ik heb een nieuw Roblox shirt aan. Ik heb namelijk een Roblox groep gestart. En daar kan je het limited edition Roblox shirt halen. Dus join even mijn Roblox groep. Link zit in de beschrijving. Gewoon al het geld pakken als een boer op een plat land. Vind je niet, Jesse? Yeah, ben je ready? Oh, want het lijkt net alsof ik letterlijk bloemetjes aan het plukken ben. Maar dan is het allemaal geld. Bloemetjes aan plukken? Nee, we moeten zo groot mogelijk een geldbal maken. En degene die het rijkste wordt, die wint. Oh, het is een geldbal inderdaad. Net alsof we een sneeuwbal aan het rollen zijn. Ja, maar dan van geld. Ik ben nu al veel rijker dan in het echt. Hoe gaan we onze sneeuwpop noemen? Ik bedoel geldpop. Mijn heet bal. Ben je heet bal? Dat is toch een stomme naam? We moeten toch een coole naam verzinnen? Bally de Barrybal. Nee, de ballen de groene ballybal. Groene ballybal? Groene ballybal. Oké, groene ballybal. Mijn is echt mega. Ik kan jou niet eens zien. Alex, ik kan alleen niet racen. We moeten racen, maar volgens mij gaat dan je geld weer weg. Ik weet het niet zeker. Zullen we proberen? Nee, ja, ik doe mijn best tenminste. We moeten namelijk 4.500 euro zien te verzamelen. Of nou ja, 4.800 euro. En dan krijgen we een soort achievement, lijkt het wel. Zoveel? Waar zie je dat? Ik heb het. Maar ik weet niet of ik het achievement heb. Onder in beeld. Heb jij het nu al? Ik heb het nu al. Ik heb nu geld gekregen. 5.000 inderdaad. Holy moly. Wacht, dan moet ik het ook bijna hebben. En dat komt door mijn mooie shirt, Alex. door mijn voetbalshirt kan ik sneller rennen. Ik heb allemaal smileys erop. Ik heb 5.000 euro. 5.000 euro? Ik heb al 7.000. En ik heb nog helemaal niks gekocht. Maar dat ga ik straks zeker wel doen. Oh, maar het gaat de hele tijd opnieuw. Je krijgt de hele tijd opnieuw een soort money goal. En daarmee kan je iets krijgen. Oh, maar je hebt ook de hele tijd keer 2 geld, hè? Van die gouden briefjes heb je op het veld. Dat zie ik nu pas. Die ben ik de hele tijd te pakken. Daarom krijg ik zoveel geld. Ik wist niet eens dat er was. Had je me dat niet eerder kunnen vertellen? Is er niet een manier hoe we dit sneller kunnen laten gaan? Dan kom ik ook pas nu achter. Kunnen we niet bijvoorbeeld een eitje kopen of iets? Eitje kopen? Maar hebben we daar geen winst voor nodig? Maar hoe krijgen we winst? Ik bedoel, ik heb bijna 10.000 euro. Alex, ik nooit we moeten racen. Hier kan je racen. Dat zei ik toch net. Oh, ik ben al aan het racen per ongeluk. Ik ga een hele hoge trap maken. Ik kom er ook aan. Wow, ik kan inderdaad een mega geldtrap maken. Jesse, dit kost me wel echt al mijn geld, hè? Ja, maar ik denk dat je dan weer winst kan verzamelen. En dan kan je nog meer geld verzamelen. En je moet klikken, dan ga je nog sneller. Mijn geldtrap is echt mega. Ik wist niet dat ik kon klikken. Dat gaat echt super snel. Mijn vingers klikken zo snel, ze hebben nog nooit zo snel geklikt, denk ik. Wat zei je? Dat mijn vinger toch nooit zo snel geklikt hebben als dat ze nu hebben gedaan. Ik heb mijn geldbal is bijna op. Oh nee, nog 2.000 euro. 1.500 euro. Yes, ik ben al geld kwijt. Ik heb nu... Oh, Alex, ik heb 2.000 winst. Oh, dat zijn er echt al heel erg veel, hè? Ik heb er ook 1.700 gekregen. En weer 1.000 euro? Oh nee, ik heb geen geld gekregen. Nee, maar ik heb ook geen geld meer. Ik kan hier wel een app mee kopen, lijkt het wel. Gaan we er één openen? Okay. Ja, gaan we de blauwe openen allebei? Ja. Ik bedoel, dat is wel de beste. Volgens mij is dat de beste. Oh, ik krijg een common, een scroll. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Oké, ik ga hem openmaken. Kom op, wees wat beter. Ik krijg een uncommon, een bij. Een uncommon? Ik ga er nog één openen. Hoeveel kan ik er openen? Ik heb een bij. Je kan er nog eentje openmaken? Nee, dan kom ik 20 trofeeën tekort. Oké, ik heb een idee, Alex. Want je hebt die gifts rechts. En dan kan je dus dingen claimen. Ik heb winst geclaimd en nu kan ik er wel nog één openen. Oh, je kan er winst claimen? Ik zie het inderdaad. Ik ga er nog één openen. Oh, ik heb het al gezien. Ik heb een epic. Ik heb een epic! Ik heb een... Wat? Dat is geweldig! Ik wil er ook één! Oh, ik krijg weer een uncommon bij. Waarom krijg ik alleen maar bijen? Bijen? Bijen zijn toch ook leuk? Ja, bijen zijn hartstikke leuk, zolang ze Zoomie heten of zo. Maar het is niet zo goed als jouw epic pet die jij hebt. Ja, maar mijn koe die is dik en sloom. Ik weet niet of ik eraan heb. Oh, wacht, is het een koe wat je hebt gekregen? Ja, het is een koe en een... Hoe heet het ook weer? Een squirrel. Wat is dat ook weer? Een squirrel, dat is een eekhoorn, Joel Doemert. Een eekhoorn. Ik heb nu 20.000 geld. Dat gaat bij mij echt super snel. Ja, bij mij gaat het nu ook ineens best wel snel. Ik heb ineens 15.000 euro al. Terwijl het net echt zo lang duurde. Maar ik kan de hele tijd die dubbelaars niet goed zien. Omdat mijn geldbal zo mega aan het worden is. Je kan uitzoomen, hè? Dan is je geldbal een stukje kleiner. Oké, dat is misschien wel heel slim om te doen, inderdaad. Ik ben al die verdubbelaars aan het pakken steeds. Over slim gesproken, ik heb autocollect aangezet. En daarom kan ik naar de winkel en kan ik potions kopen. Wow, wacht, wat? Inderdaad, dat kan. En dan rooi je erin gewoon automatisch rond. En dan kan ik dubbel geld kopen en dan kan ik dubbele winst kopen. En dan ga ik de grootste geldbal van de hele wereld krijgen. Ik heb ook nog eens 1.500 euro kunnen claimen. Ik heb al 40.000 euro. Heb je al 40.000 euro? Hoeveel heb ik? Jij hebt er net onder de 40.000 euro, zie ik net. Hoe kan je nou meer hebben? Ik heb een veel betere pet.
Oh, ik weet het niet. En ik kan ook nog eens 5 wins claimen. Niet dat ik daar heel erg veel aan heb. Maar ik kan ook... oh, dit is een daily reward. Overmorgen kan je een kat claimen. Maar dan zijn we er denk ik niet. Een kat claimen? Nee, morgen ben ik er niet meer. Ik wil vandaag de rijkste worden die er is. We moeten vandaag sowieso de rijkste worden. Hey Jesse, we kunnen wel iets van een starter pack kopen. Een starter pack? Waar? Als je dat doet, dan kan je letterlijk een overpowered huge axolotl krijgen. Een starter pack? Waar kan je die krijgen? Ik is het linksonder in beeld? Starter pack, oh, naast je geldbar. Oh, ik heb hem gekocht. Oh, ik ga hem ook kopen. Oh, eens even. Het is niet de bedoeling dat jij hem eerder koopt. Dan krijgen we ook 50.000 winst weer erbij. Dat is echt heel erg veel. Ik heb 100.000 euro. 50.000? Weet je wel niet hoeveel dingen we daarmee kunnen kopen? Nee, ik denk dat we daarmee een hele hoge trap kunnen maken. En dan kunnen we dingen kopen. Oh, ik heb 10.000 winst. Hé, hey, waar is mijn pet? Heb ik nou alleen mijn bijen achter me aan? Hallo. Alex, hoeveel winst heb jij? Ik heb er ook 10.000. Kunnen we naar het volgende level? Ik moet mijn pet aanzetten. We kunnen naar het volgende level. Mijn geld gaat zo snel nu. Alex, volgende level. Dan kunnen we beter eieren kopen. Kom maar aan. Volgende level? Waar is dat? Aan de zijkant. Dan kan je naar het volgende level. Hier inderdaad. Daar heb je 5.000 winst voor nodig. Hoeveel geld heb jij nu? Oh, ik heb 120.000. Ik denk dat ik weer even de trap op ga. Dan krijg je heel veel winst. En dan kan ik hier een eitje kopen. En die kost 9.000 winst. Dat is wel echt heel erg veel. Wow, dit kostte 5.000 winst om hierheen te gaan ook oprecht. Ja, ik dacht dat je 5.000 winst moest hebben. Niet dat het ook 5.000 winst zou kosten. Dat vind ik wel minder. Nee, ja, ik vind het niet leuk als het mijn geld kost, zoiets. Maar ik ga ook een trap maken. Okay. Ik heb namelijk 170.000 euro. Het is tijd om een trap te maken naar de ruimte, vind ik. Je moet echt keihard klikken. Dit duurt wel echt heel erg lang. Oeh, kijk, ik doe mijn best om keihard te klikken, maar ik heb zoveel geld dat het zo lang duurt. Wacht eens even. Ik ga de finish halen. Ik zit letterlijk in de ruimte. Ik zit ook in de ruimte en ik ga de finish denk ik gewoon halen met al mijn geld. En hou ik zelf misschien geld over. Wacht even. Ben ik bij de finish? Ben ik bij de finish? Ik heb de finish gehaald. Er staat dat ik bij de finish ben. Ik heb de finish gehaald. Wow, ik krijg 23.000 winst erbij. Ik heb er 33.000 bij gekregen. 33.000? Hoe dit krijg je... is zo mega veel. Zullen we een eitje kopen? Oh, ik heb een spin. Ik zie opeens een spin staan. Ik ga een spin doen. Oké, ik ga ook een nieuw eitje kopen. Maar waar zie jij een spin staan? Rechtsboven. Ik ben bang voor spinnen. Ja, ik ben ook bang voor spinnen. Ik krijg nu nog meer dingen. Ik krijg 20% geld erbij. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Ik heb wel genoeg geld. Oké, ik ga hier alvast een nieuw eitje openen. Kijken of ik een nieuw lief huisdiertje kan krijgen. Want je kan een oranje vis krijgen. Ik heb een blauwe vis gekregen. Maar ik kan er nog geen openen, dus ik ga er gewoon nog geen openen. Ik heb ook een blauwe vis gekregen. Oh, man. Ik heb nu een oranje vis. Ik heb een epic vis. Die is echt heel goed. Je hebt een epic vis gekregen? Wacht eens even, wat heb ik? Ik heb een legendary! Een legend... Wat is beter? Epic of legendary? Dat weet ik niet. Oh nee, mijn huge axolotl die achter me stond was legendary. Wat heb ik eigenlijk gekregen? Ik weet het helemaal niet. Oh, ik heb een uncommon gekregen. Ik heb echt hele slechte dingen gekregen. Heb jij een fitpad wel aangezet? Ik had die niet aangezet. Ik was dat vergeten. Dat was echt heel dom. Wat moet je aanzetten? Oh, jij hebt hem aan. Ik zie hem. Dat dikke rode huge axolotl, dat is je fitpad. Die had ik helemaal niet aangezet. Zeker, die staat sowieso aan. Die is echt supergoed, dat huisdiertje. Ik had hem niet aangezet, dat is echt heel dom. Oh. Dan heb je hem de hele tijd gewoon niet eens kunnen gebruiken. Oh, nee, dat is echt zonde. Ik denk dat je nu echt een stuk sterker bent dan ik, want jij hebt ook nog die epic pet. Ik heb weer een gift, 500 winst erbij, let's go. Hey, maar hoeveel winst heb jij nu in totaal? Ik heb er nu namelijk 20.000 en we hebben er nog 5.000 nodig en dan kunnen we door naar het volgende level. Ik heb er 11.000, maar ik heb heel veel geld, dus ik denk als ik nu nog even een nieuwe trap ga maken, dat ik dan uiteindelijk ook 25.000 heb en dan gaan we gewoon weer naar het volgende level. Ik denk dat ik ook mijn geld wat ik hier heb opgestapeld even ga uitgeven aan een nieuwe trap, zodat ik naar boven kan. Dit gaat snel! Ik ga echt heel snel. Ik weet alleen niet of ik de finish ga halen. Ik hoop het. Ik heb nog 20.000 euro over. Ik denk niet over. Dat ik de finish ga halen met het geld wat ik nu heb. Maar het gaat er niet om. Het gaat om het aantal winst wat ik moet krijgen. Alex, en dat zijn er 5.000. Ik heb de finish gehaald en ik krijg echt heel veel geld erbij. 14.000 trofeeën. Wacht eens even. Ik haal ook de finish. Kom op, kom op, kom op. Ja, ik ben er. Hoeveel trofeeën krijg je erbij nu dan? Ik heb er 15.000 bij gekregen. Wat jij erbij? Maar 14.000. Jij krijgt veel meer trofeeën erbij dan ik. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ga naar het maar volgende level. Maar we kunnen nu wel naar het volgende level. Oké, volgende level is even... Oh, dan moet je 100.000 winst hebben om weer naar het volgende level te gaan. Dat is wel echt heel erg veel. Oké, maar dat kunnen wij. Dat kunnen wij verzamelen. Ook al hebben we het bij het vorige level wel echt 50.000 winst gekocht. 100.000 winst is heel veel, hè? En oh, een eitje kost 60.000 winst. Wat? Zoveel? Dat is wel heel erg veel. Dat betekent wel echt dat we hier echt superveel geld moeten gaan verzamelen om een level omhoog te gaan, hè?
Ja, dat weet ik. En ik zie nu pas wat je bedoelt met dat je zo'n grote kat kan krijgen op day 2. Hey, maar volgens mij zijn we wel echt super goed bezig. In de vorige level zaten namelijk heel veel andere mensen. En in dit level zijn wij de enige, lijkt het wel. Ja, maar kijk naar de leaderboards. Er is maar één iemand die meer geld heeft dan ik. Eigenlijk moeten we die proberen te verslaan. Oké, ja, inderdaad. Jij hebt echt heel veel geld. Ik heb al bijna 100.000 euro. En dan heb ik de grootste bal. Jij al het geld de hele tijd? Omdat mijn bal veel groter is. Mijn bal is veel groter, dus ik kan veel meer geld verzamelen. Oh, ik ben zoveel mogelijk aan het pakken. En dat is waar ook inderdaad. Hoe groter je geldbal is, hoe groter die wordt. Dat is namelijk ook zo als je een sneeuwpop aan het bouwen bent in de winter. Ik ben weer een trap aan maken, want ik wil nog meer trofeeën. Want ik wil namelijk betere pets en dan kan ik nog meer geld verzamelen. Ik heb een nieuwe tactiek gevonden. De hele tijd ging ik gewoon recht vooruit in één lijntje. Maar je kan blijkbaar gewoon alles opslikken. Je kan ook autocollect aanzetten en dan kan je ook tegelijkertijd lopen. Misschien je dan nog meer geld. Ja, maar dat is helemaal niet snel. Dit is veel sneller, de tactiek die ik nu heb. Ik doe alles, neem ik mee als een soort stofzuiger. En ik heb weer de finish gehaald en ik heb nu 20.000 trofeeën. Maar dat is heel weinig. Dat is echt heel weinig, inderdaad. Wat is dit? Staat hier een lavapet? Oh. Een lavapet? Wat kan die doen? Weet ik niet, maar het kost echt heel veel geld. Het kost meer dan 1000 Robux. Dat heb ik helemaal niet. Zoveel? Dat is echt veel te veel. Dat ga ik niet uitgeven voor een lavapet. Ik ga wel alles zelf verzamelen. Ik ben zoveel geld aan het verzamelen hier, zo. Het is niet normaal. Het is jammer dat ik jouw bal niet zie. Ik ben echt benieuwd welke bal groter is. Ik denk dat die van jou nog groter is. Hoeveel euro heb jij nu? Ik heb 127.000 euro. 127? Okay, dan is die van mij sowieso groter. Dan is jouw bal groter, ja. Maar ik snap het niet. Waarom zie ik jou niet op de leaderboard staan? Ik denk dat dat is omdat jij veel meer wins hebt dan dat ik heb. Ik heb 23.000 wins. Ja, ik heb er maar 11.000. Maar ik denk als jij de trap op gaat, dat jij dan straks weer meer wins hebt dan ik. Dus dat vind ik niet zo leuk. Ja, maar ik denk dat ik nog heel even wat geld blijf verzamelen hier, hoor. Het gaat wel eens goed. Ik ben op weg naar de 200.000 euro. 200.000? Dan kan ik eindelijk die nieuwe Lamborghini kopen die ik altijd al wou. Ik zit pas op 100.000. Ik heb het idee dat het bij jou veel sneller gaat. Maar ik heb weer een gift. Ik ga weer even een gift openen. Wat kan ik krijgen? Oh, dat is wel echt een goed idee. Ik ga ook kijken of ik een nieuwe gift kan openen. Ik heb wat geclaimd. Ik heb wel een nieuwe. 500 wins, oké. Ja, en daarnaast zit er nog één, maar ik kan er niet op klikken. Ik kan er wel op klikken, maar ik kan niet zien wat het is. Maar ik heb er wel op geklikt. Nee, daarnaast is het nog helemaal niet klaar. Mijn is wel klaar. Ik heb erop geklikt. Ik heb iets gekregen, maar ik weet niet wat ik heb gekregen. Je hebt een nieuwe gekregen. Ik zie een capybara staan bij mij als volgende, maar die kan ik nog niet openen. Een capybara? Ik kan er helemaal niet op klikken. Ik wil zo graag een capybara. Ik hou van capybara's. Capybara's zijn zulke lieve diertjes. Ik heb ooit een keer een capybara aan het echt geknuffeld. Dat was echt cool. Dat is zo cool. Ik heb hem een keer gezien, maar dat was in de dierentuin. Dus ik mocht niet in de buurt komen, want anders werden ze boos en gingen ze bijten. Nee, capybara's zijn lief. Ze hebben wel een beetje harde haren. Dat is Ik had het niet over de capybara's. Ik had het over de mensen die in de dierentuin werkten. Gingen ze jou bijten? Nou ja, ik denk het wel. Als ik in de buurt kwam bij die capybara's, ze waren heel boos. Oh, dat snap ik wel. Je moet niet in de buurt komen van capybara's. Capybara's hebben ook gewoon hun rust nodig en hun privacy. Die willen ook gewoon lekker eten. Lief. En dan wil je ze toch gewoon oppakken en knuffelen, net alsof het een soort huisdierkatje is. Eigenlijk, een capybara lijkt een beetje op een reuze cavia. Ik ben dus heel erg opengekrapt door een kat gisteren. Door een kat? Daarom moet je cavia's nemen. Er zitten allemaal krasjes op mijn armen. Het deed best wel veel pijn. Hij dacht dat ik een klimrek was, maar dat was niet zo. Wat heb je toen met die kat gedaan? Je moet nog gewoon lief aaien. Je moet hem ook niet proberen te pakken. Dus ik heb hem weer op de grond gezet daarna. Oké, genoeg gepraat. Ik ga een hele grote trap maken, want ik had 300.000 euro. Wow, wat? Hoe heb je me ingehaald met geld? Misschien omdat ik betere huisdieren heb. Alleen, nu heb jij weer meer geld. Ik had 250.000 euro, maar ik ga ook een megatrap maken. Het is je geraden, oké? En de finish hou ik echt heel erg makkelijk. Ik hou zelfs nog 30.000 over. Nee? Ik ben nog naar boven aan het klikken, maar ik heb 100.000 over. En ik ben ook op weg naar de finish. Ik ben bijna bij de finish. Hoeveel winst heb jij? Het is zo cool dat we gewoon in de ruimte zijn. Dit is zo gaaf. Kom op. Ik ben zo benieuwd hoeveel winst je hebt. Heb ik meer gekregen dan dat jij hebt? Ik heb er... 53.000! Ik heb 82.000 winsten bij. Hoe kan dat? Hoezo heb ik er zoveel? Ik weet het niet. Hoeveel heb je nu in totaal? 52.000? Ik heb er 65.000 winst nu in totaal. Maar hoe kan jij er zoveel meer hebben? Zullen we dan zo'n eitje openen?
Wil je het eitje openen? Ik vind het goed. Het is wel zonde van de winst, maar we gaan het gewoon doen. Oké, maar we hebben het nodig. We hebben het nodig. Laat het een rode panda zijn of zo. Kom op. Ik heb een rode panda. Een rode panda is heel slecht. Ja, ik wou net zeggen, ik heb ook een rode panda, maar die is helemaal niet goed. Ik wist niet dat een rode panda... Ik heb letterlijk een uncommon pet gekregen voor 60.000 euro. Voor 60.000 euro? Ja, dat is niet heel netjes. Maar je moet hem wel nog aanzetten. Ik heb helemaal niet mijn beste pets aan. Ja, maar ik ga hem niet aanzetten, want hij is echt de slechtste die ik heb. Ik heb de capybara aangezet en... Nou, oké, weet je wat? Ik haal wel één bij weg. Oh, hij is wel beter dan de bij. En ook de bij is echt heel slecht. Ik kan beter de blauwe vis aanzetten. En zelfs die kikker was nog beter dan die bijen. Ik heb nu echt drie hele goeie. Ik heb genomen van mijn bijen. Nu moet het een stuk sneller gaan als het goed is. Ik heb een rode panda. Ik heb de axolotl, hoe je dat ook zegt. En ik heb de capybara. En ik heb ook een spin. En ik ga weer even spinnen. En hopelijk krijg ik weer een pet erbij. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Ik wil ook de capybara. Ik kan de capybara aanlokken. Nu pas, ik kan die echt al... Oh, daarom had ik meer geld, dat ik natuurlijk de capybara had. Oh, de capybara is zelfs exclusief. Alex, ik krijg nu zoveel geld bij. Ik zit alweer bijna op 200.000 euro. Oké, hartstikke leuk voor je. Ik was gewoon niet aan het rondlopen en aan het opletten, maar ik ben ook op weg naar de 200.000 euro. Je moet wel rondlopen. Hey, er komen ineens wel echt heel veel mensen hier naartoe. Waarom kan jij drie pets aan hebben en ik maar twee? Oh nee, ik heb er ook drie. Jij kan er ook drie. Oké, er is hier nog iemand, dus wij moeten zo snel mogelijk naar die 100.000 winst, want wij moeten de beste zijn. Ja, dat betekent wel dat we weg moeten hier, inderdaad. Ik bedoel, dit schiet niet op zo. Ik heb nu 200.000 euro. 200.000 euro? Ik heb een 300.000 euro. Oh, waarom moet jij nou weer altijd beter proberen te doen dan dat ik het doe, Jesse? Daarom, dat vind ik leuk. Ik wil gewoon de grootste geldbal voor ons allemaal hebben. Nou ja, ik ga gewoon... Hij staat letterlijk stil hier, maar hij probeert wel een beetje onze centjes te stelen. Nee joh, blijf van mijn geld af. We moeten gewoon al die keer twee voor zijn neus wegsnoepen. Ja, dat is een slimme tactiek. Ja, hij doet toch niet zoveel, denk ik. Hij weet niet zo goed hoe een sneeuwbal maken werkt van geld. Hij heeft een Epic Fox. Is die goed of niet? Die heb jij toch ook? Heb ik die? Nee, ik heb geen Epic Fox. Nee, ik had een Epic Koe, maar die is helemaal niet zo goed. Oh, je hebt een Epic Koe. Een Epic Koe, wat zegt die koe dan altijd? Heb je hem ook al een naam gegeven? Nee, want ik heb hem al weggedaan, want hij was helemaal niet goed. Je hebt de Epic Koe weggedaan? Ja, maar hij was helemaal niet goed. Hij gaf me helemaal niet meer punten. Ik was juist echt jaloers op jouw Epic Koe. En ik dacht dat jij daardoor juist altijd een voorsprong had door die koe. Nee, had ik, maar nu niet meer. Nu heb ik veel betere pets. En ondertussen ben ik weer een trap aan het maken. En hopelijk kan ik dan 100.000 winst krijgen. Ik heb bijna een €500.000. €500.000? Volgens mij had ik dat ook. Ik had 480.000 euro. En hoeveel winst krijg ik daarvan? Ik wacht ook totdat ik een 500.000 heb. Dan ga ik ook nog één keer een geldtrap maken naar de ruimte. Oh, Alex. Alex, ik heb 113.000 winst. 113.000? Ja, met het geld dat je nu hebt, krijg je 90.000 erbij. En dan kan je ook naar het volgende level. Dat is bizar veel. Oké, ik ben ook een trap aan het maken zodat ik naar het volgende level kan. Laat het alsjeblieft genoeg zijn zodat ik naar het volgende level kan. Ik wil hier niet achterblijven met die andere gekke meneer. Noem je mij nou een gekke meneer? Oh. Nee. Die andere meneer die deed het tijd stil stond en niet eens weet hoe je een sneeuwpop van geld moet maken. Weet je wel, ik dacht het al. Ik denk je noemt mij een gekke meneer. En het is wel leuk, jij staat hier gewoon stil op mijn beeldscherm. Kom op. Oh, 110.000 wens! Ja, heb je de finish gehaald? Ik heb er 110.000 bij gekregen. We kunnen naar de Arctic gebied. En ik denk dat het daar best wel koud is. Heb jij een jasje meegenomen? Oh, Alex, ik vind het hier veel te koud. En ik heb nu weer 200.000 winst nodig. 200.000 om überhaupt een winterei open te maken. Maar uit dat winterei kunnen dus blijkbaar wel hele goede dingen zitten. Ik weet het niet, Alex. Ik vind het koud. Ik denk dat ik lekker naar huis ga. Het is inderdaad wel heel koud hier zo. Dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dan wil je zeker de beste en ze gaan weg in 3, 2, 1...